We zijn hier in het huisje van een ex-Juvalok studenten. Zij is nu moeder en nou ja, je ziet wel in wat voor armoedige omstandigheden ze leven. Voor deze mensen doet Juvalok haar werk en deze mensen geven ze dus een kans om naar school te gaan. Asja, dat is de vrouw, de ex-studenten, ze heeft een kindje. En dat heeft hartproblemen. Het is al 4 maanden oud, maar voor Nederlandse begrippen nog erg klein. En dat kindje moet eigenlijk een operatie ondergaan. En wij, dat kost, hebben we even wel snel uitgerekend, ongeveer €1200. En dat is ondenkbaar voor deze familie. En dat zijn maar van die simpele dingen die we in Nederland zo even oplossen. Je gaat even naar Erasmus of naar Utrecht en het is gebeurd. En hier is dat gewoon onmogelijk. Juvalok zoekt dus... We wilden dat toch ook een beetje zien, maar Juvalok zoekt echt de armste mensen op om ze een kans te geven op een opleiding. Dat vind ik geweldig en daarvoor zijn we ook naar India gegaan om deze stichting te promoten en te ondersteunen. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence, Lord? Het is onvoorstelbaar. Ik sta hier dus gewoon op de vuilnisbelt van Bangalore en daar bouwen mensen hun huis op. Hey. Ik vind dat heel erg. En ik ben zo verschrikkelijk blij dat wij hier met de band gewoon voor Juvalok mogen spelen. Om te zorgen dat deze kinderen, die zo ontzettend kansarm zijn, misschien een kans krijgen om een vak te leren. Zodat ze uit deze troep weg kunnen, want dit is gewoon mensonwaardig. In Mumbai, waiting for my flight, I thought I'd take an Indian meal just before the night. But there was so much curry, my belly could not bear, and I jumped 20 meters high, just out of my chair. Did they good? Did they well? So we can go on with the second verse. Where I live, there is always wind and rain, and yes, it's cold. So here it is much better, always warm as I was told. But once I was in Varanasi in the month of May, and there I started melting down, even too hot for your father.